Hallo, hier is weer een workshop van de Haagse Boer. En dit keer gaan we een poedel maken. En een poedel is net even anders dan een gewone hondje. En toch ook weer niet zo moeilijk. Het begin is eigenlijk allemaal hetzelfde. Ik heb de roze ballon meegenomen. En je houdt net zoveel weer over als met het gewone hondje. We maken zijn snuit, zoals je ook bij de gewone ballonnenhond geleerd hebt. We maken dan een kleine bubbel, iets kleiner als een snuit. Wat nu het verschil is, is dat je 3 ronde bubbeltjes gaat maken. Kijk. Zoals dit. En dan maak je eigenlijk weer dezelfde bubbel als deze kant. Zorg dat die net zo groot wordt. Die doe je bij elkaar. Je draait hem op slot. Kijk, en dan heb je eigenlijk zo, zou je al een poedel kunnen hebben. Maar ik wil het toch even veranderd hebben. Ik doe het eigenlijk bij elkaar. En dan draai ik het op deze manier. Kijk, krijg je dit. Krijg je net iets meer het idee van een poedel. Nou, dan zijn nek. Zijn voorpoot. En ook daar verandert er even iets. Want met een gewone hond doe je dit. En bij de poedel maak je even 2 kleine bubbel. Ja, bolletjes eronder. En je zorgt dat deze weer aan elkaar gaat. Kijk. Dan krijg je dus al helemaal het idee van een poedel. De achterkant doen we precies hetzelfde. Pootjes, 2 kleine bubbels. En je doet deze weer bij elkaar. Je draait hem op slot. En je hebt een roze poedel, of welke kleur jij wil. En net even iets anders als het gewone hondje. Nou, je tekent hier weer de oogjes op, je tekent een mondje erop. En je hebt een hartstikke leuk blonde hondje. Eigenlijk een poedel. Nou, ik hoop dat je het leuk vond. Ga lekker aan de slag. En wil je meer weten? Abonneer je op mijn videokanaal. Want bijna elke 2 weken komt er een nieuwe workshop uit van de Haagse Bonnenboer. Nou, tot de volgende keer. Doeg! De Haagse Ballonnenboer. Het stekeltje. Een konijntje of een olifant. Een paardje of een stier. Ja. Ik maak hem echt zo voor jou. Roep maar welk dier. Wil je een papegaaien?